Ik ben Stefan Verrooy. Ik studeer HBO ICT Management en Security in Eindhoven. En ik zit nu in mijn laatste jaar. Ik ben Jeffrey de Wits. Ik ben 18 jaar en ik woon in Helmond. Als ik ergens moet weten hoe laat ik wil vertrekken, dan start ik gewoon de app op en dan moet ik gaan rennen. Ik heb een lijstje met bushaltes en dan krijg ik te zien welke bussen er gaan vertrekken en hoe laat. Actuele businformatie op je smartphone. Dus dan weet je of je moet rennen of nog even de tijd hebt. 2 maanden lang hebben 50 scholieren en studenten in Noordoost-Brabant dit systeem getest. Verbeteringen werden gelijk doorgevoerd. De tijden zijn real-time, dus als een bus vertraging heeft, dan krijg ik dat te zien. En als een bus eerder komt, dan krijg ik dat ook te zien. De provincie is verantwoordelijk voor busvervoer in bijna heel Brabant. Maar de busmaatschappijen en de buschauffeur bepalen hoe laat de bus rijdt. En via de smartphone kan nu iedereen de juiste bustijden weten. Bustijden ophalen duurde heel lang. Ik heb wat tips gegeven hoe dat misschien verbeterd zou kunnen worden. En ik geloof dat een aantal van die tips zijn doorgevoerd, want het is in ieder geval een stuk sneller geworden. De app laat ook zien waar je precies bent. En dat is heel gemakkelijk. Hoe werkt het? Bijna alle busmaatschappijen geven hun actuele bustijden door aan de centrale database Govi. Dat staat voor grenzeloze openbaar vervoerinformatie. Govi geeft deze info weer aan een andere server en die stuurt het naar alle smartphones. Of het systeem echt goed werkt, dat is dus nu getest. Ik denk dat ik het zou gebruiken omdat ik heel veel met de bus ga. En dan is het gewoon makkelijk om te zien of dat een bus vertraging heeft en hoe laat dat die komt. Ja, nee, zeker. Ik merk nou wel dat ik het heel vaak al gebruik, gewoon uit gemak. Oké, het is dus een succes. Govi en de provincie Noord-Brabant gaan nu kijken of het systeem in heel Nederland gebruikt kan worden.